We hebben stand gehouden. Het is veilig gebleven. Wel ten koste van een enorme inzet van de politie. Grote bewondering daarvoor. Maar ik stel vast dat deze mate van gewelddadigheid ons niet eerder heeft plaatsgevonden. Ja, hij nuanceert op een gegeven moment een beetje, maar Geert, we hebben stand gehouden en het is veilig gebleven. Ja, ja, je ziet toch iets heel anders, hè? Dat vond ik een hele vreemde uitspraak. Ja, we hebben stand gehouden in de zin dat die twee groepen niet enorm met elkaar slaag zijn geraakt. Dat is dan ook gelukt, hebben ze uit elkaar weten te houden. En er zijn geen doden gevallen. Maar kom op, zeg, dit kan je toch niet vertellen. Dit is helemaal niet stand gehouden. De hele boel is kort en klein geslagen. Groot schaar, zijn 8 agenten gewond geraakt. En van die enorme groep relschoppers, crimineel tuig, want relschoppers vind ik ook zo'n understatement, van die enorme groep zijn er maar 13 tot dusver opgepakt. 13. Ja. Ja. Terwijl we hebben die beelden kunnen zien. Tientallen, misschien wel honderden daar bezig waren met stenen, met knuppels, met stalen staven, met bijen, met weet ik wat, met molotov cocktails zelfs. Ja, dan kan je toch veel meer doen dan alleen maar 13 mensen oppakken, waarvan ze nu nog trots zijn dat ze nog steeds vastzitten. Ja, het zou toch een mooie boel worden ook. Ik ontmoet de minister van Informatie. Hij legt uit hoeveel mensen volgens hem op vakantie in eigen land gaan. If you look at the number of Eritreans who come back to Eritrea, I think by conservative estimates, we have about 40,000 Eritreans coming back home every year during Christmas vacation, Easter, and during the long summer vacations. And people don't come yearly. So if you take an average Eritrean comes here only once in 5 years, you're talking about 200,000 Eritreans coming back home. Basically, the majority of Eritreans who live abroad, either because they have asylum status or a different status, they come back to their country. Arnold? Ja, nou ja, hij zegt het zelf en hij heeft helemaal geen reden om te liegen. Dat veel mensen die daar zogenaamd vluchten, eigenlijk gewoon weer terug kunnen, als zolang ze naar een belasting betalen. En Arnold, laat maar heel even uitpraten. Eén zinnetje nog, even uit mijn, daar gaan we naar uit mijn ervaring. Hij heeft het over 200.000 mensen, iets van 600.000 mensen zijn op de vlucht geraakt. Inderdaad, het regime daar is niet fantastisch. Maar ik denk dat we met z'n allen, en het conflict in Den Haag was het weer zoveel te tekenen van, met z'n allen een beetje in een maling worden genomen. En dat we eigenlijk te maken hebben met een grote groep die daar inderdaad in Eritrea een heel slecht bestaan hebben. En dan hier komen om een beetje rotzooi te trappen. Nou, en dat moeten we niet accepteren. En op vakantie gaan naar Eritrea. En graag nog teruggaan. Ja, absoluut. Like en volg ons. En abonneer je ook even op ons YouTube-kanaal. We'll be right back.